als alle slechte dingen die verteld worden leugens zijn. En mensen gewoon niet hun fouten willen toegeven. Maar blijven liegen over geld wat ze van me gestolen hebben. Dingen wat ze maar voor me verborgen aan het houden zijn. Gewoon niet willen dat jij iets hebt, dat jij erop vooruit gaat. Omdat ze er zelf al vooruit op gegaan zijn en het duidelijk wordt dat ze gewoon dieven zijn. Gewoon willen dat iemand iets, ja, gewoon iets niet gunnen. Ze echt dieven zijn met geld stelen. Voor mij dingen echt duidelijker en duidelijker. Gerechtigheid gaat daar echt komen. Judgment komt echt daarop. En als mensen gevangen is, OM doet niks, is het echt God wat daar bovenop. Iedereen gaat weten wie is. Iedereen gaat weten hoe smerig ze zijn. Maar ondertussen gewoon echt. Alle leugens die verspreid worden over mij, het slecht praten. Het zijn allemaal leugens. Wanneer mensen dat gaan inzien en weten wie de leugens aan het verspreiden zijn, dan gaat het al snel duidelijk worden. En dit echt gaat alsof ze een huis willen machtigen, wat eigenlijk van mij is, of dat al weggegeven hebben. En of dat nou naar Sandra is, waarvan hun denken met hun heksen, dat ze iets gemanifesteerd hebben door in mijn energie te hangen. En echt, de duivel is echt een bitch. De dokter, blijkbaar ook echt een bitch met... toch iets te maken met... iemand die iets gelogen heeft bij dokter. Echt iets met dubbelgangers dingen of zo. Graag eigenaar willen zijn van een huis of zo. Ja, het zegt. Want dat zou gewoon ingekleurd hebben hoeveel leugens. Hoeveel er naar mij gelogen is. Maar ook gewoon hoeveel er gelogen is naar anderen. Waarbij mensen gewoon hun zijn die bipolar narcisten helemaal ziek. En willen dan gaan doen alsof ik in een psychose zit ofzo. Terwijl met alles ik gewoon, ondanks alle pijnen, ondanks alle klachten, symptomen die daarbij komen. Gewoon bij mezelf kan blijven, stabiel kan blijven. Andere mensen niet eens, ook helemaal niet lastig hoeft te vallen met de dingen. Maar wij zeggen gewoon tot vrienden aan toe, naar buren. Alles gewoon erin zuigen. Alles gewoon erin zuigen. En dat alleen maar kunnen doen met geld. Anders zouden mensen al lang al gebiecht, al lang al vrijgegeven wat ze wisten. Ik echt met niemand getrouwd ben. Ik ben niks overgeschreven heb naar andere mensen. Ik niet mijn handtekeningen op iets heb gezet of zo. Echt smerigheid als dat vanaf familie moet komen. En is het echt vader, moeder, zusjes. Ga gewoon de gevangenissen. Hoef echt niet te doen alsof ze nu in één keer gelovig zijn. En bidden naar God, hopen dat het goed komt of zo. Is echt gewoon blessing stelen. Vooruitgang stelen, anderen laten stikken in een wajongetje. En dan ook nog Destiny internet dingen ook allemaal laten afnemen. Is echt gewoon duivels, echt duivels. Hun graag al het geluk naar hem toe willen zuigen of zo. Maar het gewoon van mij is. En dan moet ik me maar zielig en triest, depressief voelen, weet ik het allemaal. Zijn ze ook extra op aan het doorzuigen. Net als weer met die DNA-test, dat het niet gewoon samen binnenkomt. Nee, de een komt een week eerder dan de ander binnen. Is dat in ieder geval, als het niet mijn kinderen zijn, weten ze in ieder geval wie mijn vader en mijn moeder zijn. Als mensen niet een test hebben gedaan of...
het wel gelijk hebben ingeleverd, maar iemand heeft er eentje uitgehaald. Weet ze ook gewoon hoe het zit. Maar de overheid, het OM, weet gewoon wat er speelt. Heel simpel. Die weten wat er speelt. Dus die laten me hier ook gewoon even zuipen. Nou, wij gaan er echt meerdere mensen de gevangenis in. Allemaal, maar moet ik zeker de familie dienen. Ondertussen de deurmat uithangen voor ze ook. Al hun stront bij mij neerleggen en alles van mij maar stelen. Allemaal met mijn energie rondlopen. Gewoon fake maskers. Ondertussen zijn ze ook nog alles aan het stelen. Doen alsof ik gek ben, terwijl hun gewoon dieven zijn. Laten we daar maar mee beginnen. En uiteindelijk gewoon echt kafferd narcisten. En ondertussen gewoon liegen over het geld dan wat ze gestolen hebben. Hele verhaallijnen opgecreëerd, illusies en dingen gewoon verstopt. Rekeningen in het buitenland, met daar weer hele verhalen en leugens overheen. En of nou het huis in Zweden, Schotland of in Frankrijk, Duitsland, whatever hier in Nederland is, is het voor mij steeds duidelijker aan het worden. Is echt mijn manifestaties ook stelen. Is het mijn verleden wegnemen, mijn toekomst wegnemen. En het nu gewoon alles van me stelen. Is het echt alsof er een huis op me aan het wachten is ofzo. Maar het gaat voorbij wachten. Iemand doet net alsof die bij mij hoort ofzo. Het huis van ons samen is en diegene erin zit. En ik van niks weg. Want ik zit hier in mijn jongetje huurhuis gevuld met noppas. En gewoon priesters hier in principe, bij wijze van spreken, banksysteem, rechtssysteem weet ook gewoon hoe of wat. Hun die over erfenissen, die instanties en zo, weten ook gewoon insurance agencies. Hebben ook gewoon een slaatje hieruit gewonnen. Maar stel maar tot aan de overheid gaat, het internet mij gewoon na mag doen. En iedereen alle informatie, communicatie maar weghouden. Iedereen maar blijven liegen over het geld. Dus komen de torens vanzelf, de verrassingen die komen ook. Ik ga echt alleen maar meer en meer praten. En in april doe ik het zelf wel, maar dan klaag ik ook de OM aan. Alles en iedereen aan. Iedereen die hiermee te maken heeft gehad. Dit is gewoon duivelse smerige rotzooi.